Anna van der Aarde, ik heb gehoord dat wij bij een van de kanshebbers zouden kunnen staan van deze Vermaak Cycling Project. Is dat mogelijk? Ja, dat zou goed kunnen zijn. Ja. Ja, ik ga er alles aan doen om eindelijk nog eens te kunnen winnen. En dan, ja. Tijdje geleden, hè? Ja, ondertussen wel. Ja. Veel tweede plaatsen. Dus, ja. Net niet. Net wat ontbreekt niet. Er dan juist aan, Anna? Ja, de kleine dingen in de sprint, zoals vorige week. Ja, op de kassei gereden plaatsen van op het padje en zo. Niet verstandig toch, Anna? Nee, niet echt. Maar ja, dat zijn fouten. Ja, daar leren we uit. Dus ja. Ligt het parcours jou vandaag? Ja, normaal gezien wel. Ja, een beetje meer bergop als anders. Maar zou wel moeten lukken, ja. Mm-hmm. Denk je aan een groepsprint vandaag? Of denk je van, ik ga mee in een ontsnapping? Ja, vaak is het een groepsprint of zo. Maar... Het zou goed kunnen zijn dat er een klein groepje wegrijdt en dan ga ik wel proberen mee weg te rijden natuurlijk. Dus ja, we zullen zien. Je telt niet op je sprint dus? Ja, jawel, maar als het ook bijvoorbeeld... Allee, in een klein groepje sprint is het altijd makkelijker en zo, dus ja. De conditie is top, denk ik, Anna. Ik denk het. Kan altijd nog beter of zo, maar ja. Kan je goed in de warmte? Niet echt. Vorige keer was het ook al eens warm geweest en dan ja, iets minder goed, maar... Ja. Wanneer ben je tevreden, Anna? Ik denk... ja... Sta je meer op de rit van morgen dan vandaag, in feite? Ja, niet echt. Ik probeer gewoon mee van voor mee te zetten en zo en mee koers te kunnen maken. En dan op laatste een mooie eindsprint te hebben. Ja, en dan te kunnen winnen. Je hebt de naam van de raden al mee, hè? Dat is al iets, hè? Ja, dat is waar. Dat is wel mooi, ja. Oké, veel succes en veel plezier, hè? Dankjewel.